Begin september is opeens alles anders voor de 48-jarige Romijn Koonen. Door een herseninfarct belandt hij gedeeltelijk verlamd in het ziekenhuis. De acteur, bekend van series als Dr. Tines en Flikken Maastricht, had ook een hoofdrol in de film Liever Verliefd. Wat vind jij? Ben ik al mannelijk genoeg? Koonen verblijft in een revalidatiecentrum waar hij langzaam weer leert praten en lopen. De grote vraag is of hij ooit volledig zal herstellen. Hij heeft afasie. Dat betekent gewoon dat uh, je weet wat je wil zeggen. En dat het op de een of andere manier, dat je, op het, dat je het wil uitspreken, dan lost het op. Hij omschrijft het zelfs soms alsof hij wolken in zijn mond heeft. Hij gaat een revalidatieperiode tegemoet, die zeker nog een jaar gaat duren. En pas dan weten we precies hoe groot de schade is die het herseninfarct heeft aangericht. Net als veel andere ZZP'ers was ook Romein niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Het herseninfarct is daarom ook financieel een zware klap voor hem en zijn gezin. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor iemand die al 48 is, is, die dekt niet helemaal datgene wat je zou willen dekken. Het is ongelooflijk prijzig. Dus hij was zich nog aan het oriënteren. Wij kunnen hem niet helpen met zijn revalidatie, maar we kunnen er wel voor zorgen dat hij zich geen zorgen hoeft te maken over zijn financiële toekomst. Inmiddels heeft de stichting het nodige geld binnen, maar er is veel meer nodig. Wij hebben in totaal gezegd dat we 86.000 euro nodig hebben voor het komende anderhalf jaar en het aanpassen en het verbouwen van zijn huis. En daar hebben we nu een derde binnen. Op foromijn.nl meer informatie over de actie.